Motorola belooft dat zijn Moto X Force een onbreekbaar scherm heeft. Wij kijken of die claim klopt. Voordat we hem heel klunzig op de grond laten vallen, eerst iets over zijn eigenschappen en prestaties. De Moto X Force bevalt ons wel. Het is echt een topsmartphone. Hij is snel, heeft veel werkgeheugen, heeft een goede 21 megapixel camera en een mooi groot AMOLED scherm van 5,4 inch. Bovendien zit er een grote accu in die meer dan een dag energie levert. Niet geheel onbelangrijk, het toestel is te updaten naar de laatste versie van Android, 6.0, en niet gevoelig voor het bekende stagefright lag. Wat het toestel natuurlijk echt bijzonder maakt ten opzichte van de concurrentie is het onbreekbare scherm. Verschillende transparante lagen beschermen het uitstekende AMOLED-paneel. Het gaat om twee aanraaklagen en twee plastic beschermlagen. Gaat een van de aanraaklagen kapot, dan neemt de ander de functies over, zodat het scherm nog steeds blijft werken. Het geheel wordt bij elkaar gehouden door een stevig aluminium chassis onderop. Het AMOLED-paneel zelf is overigens ook flexibel, waardoor het beter schokken kan absorberen dan een LCD-paneel. Shatter Shield noemt Motorola het concept van zijn stevig ingepakte scherm. Motorola is zo zeker van de protectie dat ze 4 jaar garantie geven op het scherm. Natuurlijk hebben we de Moto X Force ook even op de proef gesteld. We hebben hem 20 keer op een stenen vloer laten vallen. Nog 1 keer. Hoe komt hij uit dit proefje? Ik zie geen barst in het scherm, maar wel de nodige inkeping aan de zijkant en beschadigingen. En daar zitten wat deukjes in. Dat ziet er niet al te goed uit. Een valpartij is natuurlijk niet de enige telefoonkiller. Een andere telefoonkiller is zand. We hebben de Moto X een minuut lang met lichte druk over de bodem van een bak met zand gewreven. Dit simuleert wat er gebeurt als je je telefoon meeneemt in een strandtas waar bijna altijd een beetje zand naar binnen schiet. Het resultaat? Een scherm vol krassen. Conclusie. Ja, de Moto X Force heeft een onbreekbaar scherm. Dit wel met normale valpartijen. We hebben hem niet van een flatgebouw geworpen of er een vrachtwagen overheen laten rijden. Maar onbreekbaar betekent niet onkrasbaar. Sterker nog, de plastic beschermlagen lijken krasgevoeliger dan het geharde glas dat normaal gebruikt wordt in smartphones. De bovenste laag is van plastic. Zo'n plastic laag noemen ze ook wel een screen protector. Je kunt een vervangende kopen als deze te veel krassen heeft, maar de screen protector bij Motorola kost wel $30. De screen protector van Motorola zelf is op dit moment ook nog niet in Nederland te verkrijgen. Het aanbrengen van een screen protector is trouwens niet zo'n heel eenvoudige klus. Dus dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Combineer de uitslag van onze val- en krastest met het gegeven dat de Moto X Force niet waterdicht is en we kunnen stellen dat de ideale smartphone voor klunzen nog niet is geboren. Een uitgebreidere eerste indruk van de Moto X Force staat op de website van de Consumentenbond en deze wordt heel snel gevolgd door een test van het toestel.